Nou, dit filmpje gaat over de cognitieve driehoek. En de cognitieve driehoek is net als de onzichtbare koffer een concept dat afkomstig is uit de cognitieve gedragstherapie. En in de cognitieve gedragstherapie wordt ervan uitgegaan dat denken, voelen en doen, en ik laat het al zo zien, hè, dus je gedachten, je gevoelens en je gedrag, dat dat altijd met elkaar te maken heeft. En je zou die driehoek kunnen zien met aan de bovenkant het gedrag. Hè, en dan kan je ook nog bedenken dat dat lijkt op een ijsberg, waarbij het gedrag het topje van de ijsberg is. En wat vaak gebeurt is dat we het gedrag dus zien en daarop reageren. Terwijl het ook heel helpend kan zijn om ook stil te staan bij wat een kind voelt en wat een kind denkt. En als we dan terugkijken naar die onzichtbare koffer die we eerder hebben uitgelegd, dan zijn die gedachten die bij die driehoek horen, die ontspruiten, om het zo maar te zeggen, die komen voort uit die overtuigingen en verwachtingen in die onzichtbare koffer. Dus hoe het kan helpen is dat als er iets gebeurt met een kind, en we zullen zo even een voorbeeld bespreken met Jessica, van jouw pleegdochter, hè, als een kind bepaald gedrag laat zien en wij zouden alleen op dat gedrag reageren, dan leeft het vaak niet, dat is niet, vaak niet de beste manier van reageren. Hè? Nee. Vaak gaat de stress bij een kind eigenlijk alleen maar verder omhoog als je op het gedrag reageert. Ja. En het kan juist heel erg helpen door stil te staan bij wat denkt een kind. Hè? En dan ook rekening houden met die onzichtbare koffer die we eerder al besproken hebben. En hoe een kind zich daarbij zou kunnen voelen. Ja. Jessica, jij had een voorbeeld van jouw pleegdochter. Kan je misschien eerst het gedrag vertellen? De situatie. Onze pleegdochter, op het moment dat ze zich onveilig voelt, dan schiet ze heel erg in de regie. Dus dan wil ze heel erg bepalen hoe het moet gebeuren of wat er moet gebeuren. Ja. En dat gedrag wordt vaak door anderen gezien als ze de zin door willen draaien. Ja. En hoe wordt er dan vaak op gereageerd als andere mensen denken ze wil de zin doordrijven? Wat is er dan vaak voor een reactie? Vaak zie je van anderen wel dat ze juist dat de kop in willen drukken. Dus jij hebt maar naar mij te luisteren. Ja. En dan zeker volwassenen die zelf ook heel erg de behoefte hebben om de regie te houden. Ja. Die gaan proberen van ik laat zien wie de baas is. Ja. Ja. En jij zegt van als je nou bij jouw pleegdochter kijkt naar wat daaronder zit. Hè, dus onder het topje van die ijsberg. Dan om te beginnen maar even met die gedachten. Zou jij een voorbeeld kunnen schetsen van een situatie en dan dat we dan samen even kijken naar wat ze daarbij kan denken en voelen? Ja, onze pleegdochter was op school en ze wilde een spelletje gaan spelen. En de pleegdochter wilde per se op een andere plaats het spelletje spelen. Dus niet aan de tafel waar ze zat, maar op een andere plaats in de klas. Ja. En dat werd eigenlijk niet geaccepteerd, want het spelletje werd nou eenmaal aan die tafel gespeeld. Dus dan moet je ook op die tafel blijven. En dat ze aan een andere tafel wilde zitten, was alleen om de zin door te drijven. Okay. Om zelf iets te zeggen te hebben. Ja, dus dat is een voorbeeld eigenlijk van heel erg bij het gedrag. Hè? Ja, als je bij het gedrag blijft zitten. Als jij wil naar een andere tafel en dat doen we niet. Ja. Ja, want dan krijg jij je zin. Ja. En kan jij zeggen van rekening houden met die onzichtbare koffer, daar heb je al eerder over verteld. Kan je nog een beetje terughalen wat overtuigingen en verwachtingen zijn uit haar koffer? Ben niet veilig. Anderen zijn er niet om mij te helpen. Ik moet voor mezelf zorgen. Ja, en dan kan altijd iets gebeuren. Hè? De wereld is onveilig. Ja. Ja. En als je nou die koffer in gedachten neemt, wat denk je dat er op dat moment, hè, in die situatie waarin zij graag aan een andere plek in de ruimte wil zitten om dat spelletje te spelen, wat zouden haar gedachten op dat moment kunnen zijn? Die plaats is niet veilig. De plaats waar het om ging was midden in de ruimte. Als je midden in een ruimte zit, lopen mensen achter je door. Ja. De deur aan de achterkant van je. Dus iemand die hyperalert is, wil alles in de gaten willen houden. Ja. Dus dan voelt het heel onveilig als jij achter je geluiden hoort en niet ziet wat er gebeurt. Ja. Ja. Dus vanuit die overtuiging van ik moet alles in de gaten houden. Ja. Ik moet alert blijven. Reageert ze op een andere plaats wil zitten. Ja, dus vanuit die overtuiging heeft ze eigenlijk de gedachte
dit is geen goede plek. Hè? Ja, deze ik kan plek is de niet veilig. In de gaten houden. Hè? En ze voelt zich onveilig. Ja. En op het moment dat ze dan ook gedwongen wordt om op die plek te blijven, dan voelt het alleen maar onveiliger, omdat die ander onvoorspelbaar reageert. Ja. Die wordt eigenlijk een beetje bozig. En dat voelt alleen nog onveiliger. Ja. Ja, precies. En als die, want heb jij hier met de leerkracht over gesproken? Ja. Ik heb ook gevraagd of ze het vanuit haar trauma willen bekijken. En dan inderdaad met die onzichtbare koffer erbij. En als je alert wil zijn, wat doe je dan? Dan hou je de omgeving in de gaten. Ja. Vanuit dat oogpunt eigenlijk om het dan te bekijken. In eerste instantie kwam er nog wel een reactie van, ja, maar dit heeft niks met haar trauma te maken. Ze wil echt gewoon haar zin doordrijven. En toen heb ik het uitgelegd van als ze op die plek zit, heeft ze geen overzicht over de klas. Kan ze niet zien wie er door de deur komt. Ze weet niet wie er achter zit doorloopt. En als ze op die andere plaats waar ze wil zitten, zou ze dus over de hele ruimte overzicht hebben. Kan ze alles in de gaten houden. En dan voelt ze zich dus veiliger. Ja. En dan zie je ook wel dat bij de leerkracht ook het kwartje valt. Het heeft dus inderdaad niks met de zin doordrijven willen maken, maar echt met het gevoel van veiligheid. Ja, ja. Dus je helpt hiermee eigenlijk ook om die leerkrachten door die traumabril te laten kijken en op een andere manier te En dat kijken. Is ook heel lastig als je dat niet gewend bent, dan moet je ook echt leren. Dat, Nou, dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling van die cognitieve driehoek. Hè? Het is een manier, een middel eigenlijk om wat anders naar het gedrag van een kind te kijken. Niet alleen naar het gedrag zelf, maar ook te kijken naar wat zit er nou aan gedachten en gevoelens onder dat gedrag. Want als je wat meer afstemt op wat een kind denkt en wat een kind voelt in een situatie, dan gaat de stress over het algemeen omlaag. Hè? Als je kunt aansluiten van volgens mij vind jij het, voel jij je veiliger als je op een andere plek zit. Hè? Ja. Dan kan de stress al wat omlaag gaan. En dan zie je dat haar gedrag vanzelf eigenlijk ook weer rustiger wordt. Dus daarmee ook een mooi voorbeeld van trauma-sensitieve oefeningen.